Ons die king van gadgets. Nou, allemaal ken een miterbox, dis nou met ding 45 graden te snijden of 60 graden te snijden. Alles wat jou konuses doen of jy doen kroonlijste en dat type goed, gebruik je een miterbox en gebruik je gewone saagie. Maar Bosch het nou hierdie splinternieuwe PLS 300 uitgebring en hij werkt samen met jou jigsaw. So al wat jy doen, hij wordt op een hoek gezet. Jou jigsaw pas daarin en jy kan hem op enige hoek snijden. Dan kan sien so, hy stel daar, so maak je hem los en dan kan je hem hier so op verschillende hoeken kan jy hem nou draai, daar is 15, jy kan 90 graden snij. Maar ons weet, ons wil 60 graden snij. Ons sit hem op hy 60 graden net daar so neer. Nou vat jy jou jigsaw, veiligheidsbril op. Jy sit hem in hy gleefie en jy begin hem met weer te saag. So hier is een lekker gadget voor Kersfeest voor papa, hè? Nou dat alles uitgemerkt is en alles is afgesaag, nou is het baie makkelijk om die tafel aan elkaar te sit. Eerst wat ons gebruik is nou weer een beetje van alkalinse lijm. Ek gebruik die waterdichte een, want hou een tafel soos hierdie staan buiten. As jy gewone lijm gebruik en dan kom water in, sal die lijm later droog word. So ek boor eerst vir my loodsgaaikies hier so in, dan gebruik ons van die rekers 60 mm skroewe. So ek gaan so, ek denk so 4 skroewe insit of 3. Zij. So daar is die eerste hier nou klaar, dan is nou nog sy aan mekaar sit. En as dit dan klaar is, dan sal ons die blaaie begin opzet in die sitplekke en die nodige stutte insit. Dus is ek nou bezig om die blad aan mekaar te sit. Al wat ek gedoen het, ek het die 8 planke ondergepak, een stut wat jy kry daar so ingesit, een stut in die middel gesit, en so gaan ek die laaste ene opsit. So wat ons nou doen, een beetje lijm op die plank, en dan gaan ons met die so vastskroef, en ons het 2 skroefiekies in. Julle sal onthou, toe ons die dek gedoen het, het ons ook 2 skroefiekies in die dek ingesit, en die rede daarvoor is, dat die plankie kan hol trek, as jy 1 skroef in die middel sit, en hulle staan buitenkant en hy kry reën en son, dan kan hy heeltemal so begin een bak trek. As jy 2 skroewe het, dan bly die plank reguit. Wat nou volgende gaan opkom, is die poot. Nou hierdie poot, gaan ons aan hierdie kant en hy teen die plankie so vastskroef daar so. Eerstens weer een beetje lijm. Hierdie kom nou net daar so. So vast. Nou om jy so te help,